EBW graad 7 les 1. Ons gaan vandaag kijken naar behoeftes en begeertes. Ons het het al gedoen. Ons gaan net weer gogo dit bietjie hersien. Julle ken behoeftes en begeertes, maar kom ons hersien gogo. Wat is een behoefte? Behoeftes is goed waar sonder een mens nie kan oorleef nie. Jy kan nie. So dit is een behoefte. Met andere woorden, een begeerte is goed wat mensen graag wil hee, maar wat hulle nie hoef te hee nie. Met andere woorden, iets wat jy baie graag wil hee, maar jy kan daar sonder klaarkom. Nou het ek een klomp prentjies hier vir jou en kom ons gaan verdeel hulle in behoeftes en begeertes. Kom ons kyk na die Romeis. Die Romeis, ja, hy is een begeerte, jy kan sonder een Romeis klaarkom. Die toilet, en ons praat, as ons nou kyk na toilet, dan is dit sanitasie, saam met die toilet, met ander woorde, dit is een behoefte. Anders gaan het een groot gemors wees. Nee, natuurlijk, so dit is een behoefte. Ons kyk na die brood, dit is een behoefte, ek kan nie sonder kos klaarkom nie, ek moet kos hê, en brood is ons stapelvoedsel. Kyk na die TV, natuurlijk is het een begeerte, nee, ja, by baie van ons is het een behoefte, is een begeerte, ek kan sonder een TV klaarkom. Groente en vruchte, dit is een behoefte, dit vorm deel van voedsel, van die kos, ek kan nie daar sonder klaarkom nie. Hai, heerlijke melkskommel, begeerte, ek kan sonder een melkskommel klaarkom. Selfoon, wow, en hier kan ons baie sê oor een selfoon, ne, by baie is het definitief een behoefte, maar een selfoon is een begeerte, want ek kan sonder een selfoon klaarkom. Komberse is natuurlijk een behoefte, want ek moet komberse hê om my warm te hou. Nou, kom ons kyk na verskillende dienste. Maak een lys van al die dienste in die prent. Kom ons kyk na die verskillende dienste wat ons nou daar sien. Ek het hulle genommer vir jou van 1 tot 7. En ons kyk, nommer 1 is haarsny, nommer 2 is veiligheid, nommer 3 is vermaak, nommer 4 is bankdienste, nommer 5 is vervoerdienste, nommer 6 is mediese dienste en nommer 7 is onderrig. Nou goed, kom ons kyk na watter dienste is noodsaaklik en watter dienste is leaks. Goed, kinders, baie van hierdie is so grensgevalle. Nou, hy kan of noodsaaklik wees of leaks wees. Kom ons kyk 'n bietjie. Die eerste na een haarsny, so ons sê is leaks, want jy kan sonder een haarsny kan jy klaarkom, ne? Of jy kan self jou haare sny. Veiligheid is noodsaaklik, ons het veiligheid nodig, ons het polisie nodig, ons het definitief veiligheid nodig om na ons om te sien. Vermaak, vermaak is een leaksheid, ons kan sonder vermaak klaarkom. Bankdienste, hy is een grensgeval. Ons kan sê hy is leaks, maar een mens kan ook sê hy is noodsaaklik, want jy het bank nodig, maar jy kan ook sonder een bank klaarkom, jy kan jou geld onder jou bed hou of in jou kas hou, maar ons kan ook sê hy is noodsaaklik. Dit is een van die grensgevalle, grys areas, ne? Vervoerdienste is noodsaaklik, natuurlijk, jy moet vervoer hê om van punt A na punt B te beweeg. Ja, jy kan sê, jy kan loop, maar die partykeer is dit te ver, dan het jy vervoer nodig. Mediese dienste definitief is noodsaaklik en onderrig is definitief noodsaaklik. Kinders, dit is die verskil tussen noodsaaklike dienste en luukse dienste. Ons het ook gehad begeertes en behoeftes. Ek dink jy het een idee van wat aangaan. Kom ons kyk na
Wat is die economische probleem? En dit is absoluut noodzakelijk dat je weet wat is die economische probleem. Want hieruit gaan ons in die volgende video's wat kom, gaan ons nou doen alles rondom wanneer jy je bezigheid begin en ook met jou persoonlijke financiën en begroting, wanneer ons kom bij begrotings. Kijk een beetje hier. Daar is een gezin. Als die man sê, als jij voor mij gereedschap koopt, kan ik naar motorswerk, naar werk, motors in mijn vrije tijd rechtmaak. En die vrouw sê, als ik een naaimachine gehad het, kon ik die naaldwerk onderneming beginnen en geld verdienen. En die sientjie sê, ik wens ik het een nieuwe fiets gehad. Kinders, die probleem met hierdie gezin is dat hulle nie genoeg geld het om in al hulle behoeftes en begeertes te voorsien. Onthou nou, ons het gehad wat is behoeftes en ons het gehad wat is begeertes. Nou, hulle het nie genoeg geld om in alles te voorsien. As daar nie genoeg geld is nie, betekent dit dat daar een gebrek aan hulpbronne is om aan die behoeftes en begeertes te voldoen. Hulpbronne is, daar is nie genoeg geld nie, daar is nie groot genoeg inkomste om in al die behoeftes en begeertes te voorsien. Nou, daar is dus een ekonomiese probleem. Nou, die ekonomiese probleem vra die vraag, hoe kan mensen die hulpbronne wat hulle het toeken om die begeertes, die doeltreffends te bevredig? Hoe kan ik die hulpbronne wat ik heb, of die inkomsten wat ik heb, hoe kan ik dit gebruiken om mijn behoeftes en mijn begeertes die doeltreffendste te bevredig? Met andere woorden, laat ik kan oorleef. En dit is waar ons allemaal baie keer fouteer. Ons gebruik verkeerdig, ons inkomsten verkeerd. En dit is waar ons nou in die volgende paar video's gaan kijken naar begroting, uitgaves en inkomsten. Kijk een beetje mooi. Die waardevolste hulpbronne van enige economie is arbeid en kapitaal. Natuurlijk, arbeid, werk wat jy verrig, kapitaal, geld, inkomsten wat jy verdien. Dit is die waardevolste hulpbronne van enige economie. Nou, arbeid is al die mense van een land se kapasiteit om te werk. As allemaal maar net een werk het, dan kan allemaal geld verdienen. En dan stimuleer dit die hele economie van die land. Kapitaal is die geld wat een land heeft om goederen en diensten te produceren. En productiefactoren is die inzetten om goederen en diensten te produceren. Dit wat die mensen werk is die inzetten wat hulle verrig. En daardoor produceer hulle goedere en dienste. Dienste soos politie, medische dienste, die type goed. Daar is mense wat inzette moet lewe. Hulle moet werk om dit te produceer. Kinders, ek hoop jy verstaan nou die ekonomiese probleem, begeertes en behoeftes. Well done.